Pro-speler, hallo. Oh, hallo, hallo. Kom snel binnen, kom binnen. Ja, ik kom al. Of ja... Is er echt niemand je gevolgd? Nee, Giel die trapt er echt vol in. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, Giel. Hallo. Hey, Mick, ik vroeg me af, hè. Heb jij Olly al ergens gezien? Want hij was nog bij de oppas. Ja, hij is nog steeds bij de oppas. Daar heb ik hem gewoon even achtergelaten. Dat is veel veiliger nu we Herobrine alles hebben gezien. Bij de oppas? Ik snap hier echt helemaal niks van. Is wel, gewoon bij de oppas. Is de brode oppas dan? We zijn hier toch maar met z'n drieën? Nee. Ik heb een oppas geregeld. Huh? Waarom doe je zo moeilijk? Ik heb toch gewoon... Het is mijn hond. Ik mag en het is mijn server. En als er meer mensen hierop zitten, dan... Jouw server? Ho. Ja. Dit is mijn server. Ik was de eerste die op deze server kwam. En deze server heeft aangemaakt. Ja. En ik betaal je elke maand voor. De pro-speler zegt dat het zijn server is. Ja. Nee. Dit is mijn server, Mick. Dat weet je heel goed. Nee, dat weet ik niet. In ieder geval... dit is mijn hond. En als ik zeg mijn oppas wil, misschien zit hij niet eens op deze server die oppas, dan mag ik dat gewoon doen. Ja, dat mag in principe ook, maar ik snap dan niet wie dat er nog meer hier is. Er is helemaal niemand hier. Het is gewoon oppas, is gewoon onschuldig. Waarom maak je zo druk? Waarom vertrouw je mij opeens niet meer? Ja, nou, gewoon omdat... Dit gedrag ken ik een beetje, weet je wel. Van vroeger of zo, van toen je nog met de pro samenwerkte. En, nou ja. Maar je doet gewoon zo geheimzinnig. Nee, ik doe niet geheimzinnig. Olly die is gewoon lekker bij de oppas en... Stel je voor het is niet zo. Nou, wat dan? Nou, dan ben je tegen mij aan het liegen. Dan ben ik tegen jou aan het liegen. Maar ja, wat? Gaat de wereld dan kapot? Ja. Nou, over Olly's oppas gesproken. Ik moet nog even naar de oppas toe. Dus Giel, ik weet niet... Wat? Denk mij even goed na, want ik ben je beste vriend en ik zou nooit tegen je liegen. Nou, doei, Mick. Veel succes. Ja, dankjewel. Waar is Mick nou weer mee bezig? Ik snap er helemaal niks van. Echt, hij doet zo geheimzinnig en zo onnodig allemaal. Ik snap er echt niks van. Maar goed, Mick en ik hadden het erover ook nog vanochtend dat we gewoon wat extra spullen willen. We willen wat sterker worden. En ik wil uiteindelijk een enchantment table maken. En daarvoor hebben we natuurlijk heel erg veel hout nodig. Dus dat gaan we even fixen. Maar ik weet niet, ik zit er gewoon mee. Ik weet niet wat er aan de hand is met Mick, maar normaal vertelt hij altijd alles en nu vertelt hij helemaal niks meer. Omdat er dus iets met zijn hond aan de hand is, maar ik heb geen idee wat. En kijk, als hij nou gewoon zou vertellen wat, dan zou ik nog erachteraan kunnen gaan, of weet ik het. En dan zou ik hem gewoon, kunnen helpen om het op te lossen. Maar als hij het niet vertelt, dan gaat er natuurlijk helemaal niks gebeuren. En Mick is dan weer eigenwijs en dan gaat hij er vandoor. En dan gebeurt er dadelijk weer wat en dan kan ik gewoon helemaal niks doen. Oké, maar we hebben in ieder geval onze hondjes mee. We zijn in ieder geval niet alleen. Oh ja, jullie zijn er altijd nog, hè. Ja. En ik kan hier nog even een hele hoop bomen hakken. Ik wil eventjes een stek hout hebben of zo. Oké, daar ben ik bijna. Dat is top. En ja, ik denk dat ik zomaar eens eventjes ga kijken waar Mick is en waar dat hij uithangt. Want ik vertrouw er niet echt iets van, weet je? Kijk, ik bedoel, ik weet dat Mick die hond heel erg leuk vindt. En dat hij er ook echt alles voor zou doen. Maar hij gaat er nu wel eens eentje vandoor. En er is een Herobrine die ons in de gaten houdt. En een pro-speler die ons niet mag. Dus ja, ik maak me gewoon wel een beetje zorgen, oké? Kom hondjes, we gaan lekker naar binnen toe. Yeah. Hallo. Ja, kijk, daar gaan ze al hoor. Oh, fantastisch. Ik hou van honden, dames en heren. En het worden er steeds meer en meer. Ga maar zitten. Ga jij ook maar zitten. En dan heb ik als het goed is nog één ergens. Hallo? We laten het maar gewoon. We gaan weer lekker naar binnen. Oh, ik heb weer zoveel gedaan vandaag. Ik heb gewoon een hele... Hey, Giel, heb je zoveel gedaan? Ik hoor je van de vier weer praten, jeetje man. Ja. Hoe was het met Olly? Is het allemaal goed met Olly? Het ging heel erg goed met Olly. Wie is dit eigenlijk? Is dit jouw... Dit is mijn hond. Jouw honden bleven toch buiten? Olly, mocht als binnen blijven als enige, zei je. Ja, deze mag ook binnen nu. Want weet je, Olly is het toch niet, weet je. Dan mag deze... Nou, ik was gewoon eventjes binnen en deze achtervolgde me nog, dus ik had hem even... Oké. Nou ja, het gaat supergoed met Olly. Ik ben er eigenlijk wel echt blij mee. Oké. Ik heb ondertussen ook nog een beetje gefixt. Hier, kijk, dit heb ik nog even gefixt. Oh. Dan fix ik nog wat dingetjes. Oh, wacht, mijn hele inventory zit vol. Dan stop ik het eventjes hierin. Ja, ik dacht, ik fix nog even wat hout en wat vlees. Goed zo. Ja, dat dacht ik even. Ja, en ik heb ook wat rauwe vlees. Dat kan ik morgen weer naar Olly brengen. Want ik moet trouwens ook misschien wat diamonds betalen voor de oppas. Dus ik neem wel wat mee vanuit ons voorraad. Diamonds betalen? Ja. Hoeveel diamonds is dat dan? Ja, dat niet zoveel. Hoeveel diamonds wordt dit? We hebben echt veel diamonds. Gewoon 8 diamonds. 8 diamonds?
Ja, maar hij wordt goed beveiligd. Gast, al die honden kosten al superveel vlees. Dat vind ik genoeg, ja. 8 diamonds voor even een oppas. Ja, maar straks doet de pro-speler of Herobrine mijn hond wat aan. En dat zou ik kapot van gaan. Dus... Oh, het is een hond in Minecraft, hè? Heb je dat wel door even? Ja, maar hij heet ook Olly. Ja, maar... Oh, ja, ga weet maar. Weet dat het niet de echte Olly is, ja, maar... nee. Mike, weet je, Mick, betaal die diamonds maar. Ga maar. Helemaal okay, prima. Nou ja. Nee. Ik doe het morgen, ja. We gaan eerst slapen, want ik ben helemaal kapot. Oké. Joejoe. Goedemorgen, mensen. Ik zie Mick daar lopen, dames en heren. En ik ga hem gewoon achtervolgen. Ik weet niet of dat hij me gaat zien. Ik hoop het niet. Maar we gaan het gewoon doen, ja? Oké, ik loop hier over de muur. En oh mijn god, ik val bijna in de lava. Oké. Waar gaat hij heen? Oké, hij rent daar verder die kant op. Waar gaat hij heen, joh? Hij komt wel heel erg dicht bij het huis van de pro als hij zo doorloopt. Oké, ik blijf hem gewoon achtervolgen, maar ik vind het wel een beetje raar. Beter dat hij niet naar de pro gaat, anders word ik gek. Oh, hij hakt een boom om. Hè? Waarom hakt hij een boom om? Hij moest toch diamonds betalen, geen hout? Wat is dit? Oké, hij rent weer verder. Ik moet hem echt niet uit het oog verliezen, mensen. Anders heb ik een probleem. Eens even kijken. Hier is hij. Heeft me nog niet gezien. Ja, oké, top. Hij gaat hier zo deze berg op. Dat is fijn, want dit is niet... richting de pro. Wat gaat hij nou doen, joh? Oké, hij gaat hier deze berg op. En wat gaat hij hier nou weer doen? Hij loopt hier gewoon nog verder. Want hij gaat echt naar het huis van de pro. Hij is er gewoon al. Ik heb de diamonds. Oké, dit gaat helemaal top. Wat? Hij gaat met diamonds naar de pro toe? Even kijken of Giel er is. Hij kijkt of dat ik er ben. Hij is echt iets aan het doen wat ik niet mag zien. Pro-speler! Hallo? Hallo? Hallo, ja, Mick is hier. Kan ik binnenkomen? Oh ja, tuurlijk. Ik kom eraan. Huh? Even binnenpraten voor het geval dat Giel straks iets hoort. Wat? Oké, wacht. Ik ga snel terug, hoor. Mick die is hier bij de pro-speler. Wat is dit? Oké, dit was zo ontzettend raar. Mick die is bij de pro en hij zei dat hij daar de hondenoppas ging om de hondenoppas te betalen. Maar ze hadden het er gewoon nog over dat Mick diamonds moest geven aan de pro. Dit is zo ontzettend stom. Als de pro diamonds van ons krijgt, dan is er echt iets goed mis. Waarom geeft Mick diamonds aan de pro dan? Ik snap er helemaal niks van. Oké, ik ben in ieder geval weer thuis. Ik ga gewoon even wachten tot dan Mick thuis is en dan ga ik hem eens even goed ondervragen, want hier klopt echt helemaal niks van. Misschien ga ik gewoon niet zeggen dat ik hem bij de pro heb gezien en kijken wat hij eerst zelf zegt. Misschien zegt hij het uit zichzelf wel, maar ja, we gaan het gewoon zien. Even kijken, we zijn hier... Oh, ik zie hier een koe. Die ga ik eventjes killen, dan heb ik weer lekker wat vlees extra. Hoppakee, en dan gaan we hier weer onze geheime tunnel in natuurlijk. Oké, ik ga snel maar weer even naar binnen. Oh, hey! Hallo! Wel wakker, jongen. Ik dacht, ja. Ik had nog even wat hout gehakt voor ons. Kijk. Had je weer wat hout gehakt? Waar ben je geweest? Is het gelukt trouwens? Ik ging gewoon een beetje vijven, een beetje boom hakken, dat soort dingen. Okay. Die diamonds bedoel je? Ja. Oh, ja, die diamonds. Ja, dat was voor de oppas. Ik ga er trouwens even nog een paar pakken, want het is echt een dure oppas. Nee. Nou is het echt genoeg geweest. Yo, ik fix alle diamonds terug. Nee. Jawel, nee. Moet je even laten doen. Nee, dit mag niet, Mick. Je hebt al de diamonds al gepakt. Weet je wat ik doe? Ik pak gewoon de diamonds hier uit deze chest en je krijgt ze niet. Ik hou ze gewoon bij. Nee, maar ik heb ze echt even nodig. Dit is veel te duur voor één hond. We hebben een hondenhok hier binnen. We hebben een super grote muur met lava eromheen. We hebben nog een hondenhok buiten. En jij betaalt diamonds. Welke hondenoppas kan er een veiligere plek hebben voor honden dan dat wij hebben? Het is zeg maar gewoon dit, maar dan van nog sterker, zeg maar, dan deze gevangenis. Dan stop je hem in deze gevangenis. Nee, het is sterker dan deze gevangenis waar ik op betaal. Maar je doet er zo geheimzinnig. Neem hem mee dan, mag ik hem niet zien? Nee, want het is een vertrouwen, zeg maar. Het is een hele speciale hondenoppas. Als ik jou meeneem, dan... Het is zeg maar een beetje illegaal, deze hondenoppas. Ja. Oké. Nee, helemaal prima. Je krijgt in ieder geval geen diamonds, maar... Ik neem wel die diamond home mee. Die zal hij ook wel als betaling accepteren. Giel, ik moet er even weer naartoe. Mick, succes zou ik maar zeggen, hè. Ik heb hier ook nog wat vlees voor je. Kijk, als je dat even kan
bakken. En trouwens, dus jij nog even onze muur extra kan beveiligen voor Herobrine, weet je wel? Ja, nee, komt helemaal goed. Ik ga er meteen mee aan de slag. Top, dankjewel. Oké, Mick is weer aan het lopen, dames en heren. Dit is niet fijn. Ik ga gewoon weer achter hem aan. En hij lijkt weer dezelfde kant op te gaan als toen net. En eens even kijken. Mick, oh, hij is hier aan het zwemmen. Oké, nou, dan gaan we er lekker achteraan, toch? Easy, waar is hij nou? Oh, hij is alweer uit het water, joh. Potverdorie. Even kijken. Ik weet niet wat allemaal hier moet. Oh, Giel, die doet het ook al lastig. Volgens mij heeft hij me in de gaten of zo. Ja, tuurlijk heb ik je in de gaten. Wacht maar echt kijken of hij me niet achtervolgt. Dat scheelde helemaal niks. Oké. Is het dan wel zo dom dat hij mij gewoon met rust laat? Dat zou echt chill zijn. Nee, tuurlijk ben ik niet zo dom dat ik je met rust laat. Hij is allemaal slecht over me aan het praten ook, joh. Okay. Wat is hij echt overgelopen of zo? Ik denk dat de pro wel heel blij met dit gaat zijn. Wat? En ik hoop dat dat ook, ja... Ja, laten we gewoon het doen. Wat heeft hij het allemaal over, joh? Oké, nou, ik loop gewoon even mooi achter hem aan. Maar ik vind het echt niet chill om te horen allemaal, joh. Ik heb hier ook vlees. Oké, dat ga ik ook aan de pro geven. Oké, hij gaat vlees aan de pro geven? Weet je hoeveel moeite we hebben gedaan om al dat vlees te verzamelen? We hadden de vorige aflevering helemaal niks zelf. Dan gaat hij nou vlees aan de pro geven. Hij heeft zelfs het hele huis opgeblazen van hem. Waarom zou hij met hem willen samenwerken nu? Diamond Ho, daar zal hij wel blij mee zijn, want die was origineel van de pro. Pro-speler, hallo! Oh, hallo. Kom snel binnen, kom binnen. Ik kom al. Of ja... Is er echt niemand je gevolgd? Nee, Giel die trapt er echt vol in. Gelukkig. Okay, goed zo, kom binnen. Hier heb ik Diamond Ho alvast. Dat is mijn oude! Ja, die had het gestolen. We moeten ook wel echt Herobrine nog pakken, hoor. Want ik denk dat daar nou wel... Nou ja, deze twee die zijn echt super gek aan het praten met elkaar. Ik laat ze gewoon lekker... Weet je, ik ga hier nog verder op onderzoek uit. Ik ga gewoon weer weg. Het doet gewoon veel te veel pijn. Mick is weer met de pro aan het samenwerken, lijkt wel. Klik op deze video als je wilt zien wat er allemaal bij Mick aan de hand is. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Dus ik ga deze zeker ook zelf even kijken. En comment ook even onder de video van Mick het woord pro-speler... om te bewijzen dat jij hier opgeklikt hebt. Dus kom op, comment allemaal pro-speler onder deze video. Klik hierop.